Ik ben Patrick Martens en ik slaap slecht. Heel slecht. En ik ben niet de enige. Bijna een kwart van alle Nederlanders boven de 25 jaar heeft een slaapprobleem. Hoe kan dat? In Patrick wil slapen, ga ik op zoek naar antwoorden. Jeetje. Ik denk niet dat ik een naam moet geven, want dan ben ik meteen gehecht. Het is toch zo'n babytje. Ik bijvoorbeeld lavendelkwart. Zo was toch maar lavendelkwart. Kijk of je hem kunt voelen. Orbitoprefrontale cortex. So you randomly fall asleep how many times a day? 8-9 times. We gaan ook alle tips testen. Hopelijk zit daar de gouden tip bij. Ik slaap nu zo'n 3,5 jaar slecht. Inslapen is altijd een heel groot probleem. Ik word 3-4 keer per nacht wakker. Soms lig ik hele nachten wakker. Soms heb ik wel meer een nacht dat ik goed slaap. Ja, het is gewoon rommelig. Ik probeer toch eigenlijk wel een beetje in mijn bed te blijven liggen. Ik ga namelijk meteen aan. Ik ben wakker. Klink. Ik sta aan. Dus ik probeer altijd toch een beetje in bed te blijven liggen. Ik denk dat ik nu zo'n 5 à 6 uur slaap. Ik ga altijd tussen 11:30 en 11:30 naar bed. En ik ga meestal op z'n laatst om 8 uur uit mijn bed. Ja, je bent gewoon sneller moe, je bent wat prikkelbaarder. En altijd het gevoel hebben van, als ik nou een goede nachtrust had gehad, dan was ik nog scherper geweest. En soms verlies ik een beetje mijn scherpte en dat vind ik irritant. Ik zou wel eens willen weten hoe het is om een 8 uur achter elkaar te slapen, zonder wakker te worden. Oh, dat is echt een soort hartwens. Nee, ik denk niet dat er echt een medische oorzaak is. Ook omdat ik een slaaptest heb gehad in het ziekenhuis. Daar is uitgekomen dat ik gewoon gezond snurk. Ik heb geen slaapapneu. Toen zijn we nog naar het neuroloog geweest. Nou, daar hebben ze wel gevonden dat ik heel veel beweeg met mijn benen. Maar mijn bloed is allemaal goed, mijn ijzergehalte is goed. Dus, nou ja, medisch gezien is niks. Nee, ik ken bijna niemand die slecht slaapt, behalve ik. En dat is ook het frustrerende. Als jij wakker ligt in bed, dan heb jij het gevoel dat jij de enige bent in heel fucking Nederland die slecht slaapt. Oh ja, slaap jij slecht? Oh, nou, ik slaap stikgoed. Oh, ik kan zo 12 uur slapen. Ja, je wil die mensen natuurlijk wel wat aandoen. Dus ik praat er steeds minder vaak over, omdat ik gewoon geen zin heb in dat soort stomme reacties. Ik ben een beetje klaar met dit hele onderwerp ook. Maar het beheerst mijn leven ook. Dus ik ben er niet klaar mee. Bijna een kwart van de Nederlanders van 25 jaar en ouder had in 2018 slaapproblemen. Dat is een kwart. Problemen worden omschreven als moeite om in slaap te vallen, moeite met doorslapen of gewoon heel vroeg wakker worden. En het probleem lijkt alleen maar groter te worden. Waar zijn we precies en wat doen jullie hier? We zijn in het gebouw met de laboratoria van de Universiteit van Amsterdam. Ja. We lopen naar het slaaplab. Wij doen hier slaaponderzoek. Met name op het gebied van brain reading. Dus ja. Het in kaart brengen van hersenactiviteit terwijl die zich ontwikkelt. We proberen die hersenactiviteit te beïnvloeden. En hier zijn al wat labs en daarom moeten we een beetje fluisteren, want er wordt hier hard gewerkt. Dat klopt. Ja, dat precies. Nou, dit is onze controlekamer van het slaaplab. Vanuit hier worden 2 kamers waar we mensen hun slaap doormeten worden bestuurd. We doen hier onderzoek naar hoe je slaapt, waarom je slaapt. En dan aan de andere kant hebben we ook patiëntstudies. Daar proberen we de wetenschap toe te passen. Hoe belangrijk is slaap eigenlijk? Ontzettend belangrijk. Slaap is eigenlijk een soort natuurlijke heelmeester. Tijdens slaap spelen zich allerlei groei- en herstelprocessen af. Als je niet slaapt of slecht, dan betekent dat die processen ook niet goed verlopen. En dan ben je vatbaarder voor ziekte. Zo is er een hele sterke relatie tussen slaap en dingen als diabetes, hart- en bloedvatziekten. Ja. En daarbij spelen zich nog allerlei informatieverwerkingsprocessen af tijdens je slaap. Dus al die, laten we zeggen, mentale processen tezamen maken ook dat slaap een hele belangrijke rol heeft voor je mentale welzijn. Ja. En voor je mentale functioneren. In ons laboratorium komen dan vooral mensen met posttraumatische stressstoornis. En in ons lab proberen we onder meer om die traumaherinneringen
tijdens de nacht dusdanig te beïnvloeden dat we ze hopelijk wat kunnen verzwakken. Dus stel je komt hier dan als patiënt, dan kan je dus hier gaan slapen. Ja. En dan hoe wordt dit aan mij bevestigd? Daar hebben wij onder andere deze muts. Oh. Deze cap. Daar zitten een heleboel sensoren in. Kijk. En okay. Dan zetten we jou die muts op. Maar nu doen we dit even zo. Slaapproblemen vieren echt hoogtij. Als je naar slaapproblemen in de breedte kijkt, dan heb je het in moderne maatschappijen, heb je het over iets van 30% van de volwassenen. En dat zijn natuurlijk absurde getallen. Ja. Er zijn slaaponderzoekers die zijn gaan kijken bij natuurvolkeren, hoe het daar zit met de slaapproblemen. En dan slaapproblemen, wat is dat? Ja, dus het heeft iets te maken met de manier waarop wij onze moderne maatschappij hebben ingericht, of waarop die ingericht is. Oké, 1, 2. Dan staat er dus geen elektriciteit. Nee. Nee, dat doen we alleen voor de slechte proefpersonen. En dan heb je nog een heleboel meer sensoren. Ja. Die je oogbewegingen meten, die je spierspanning meten. Eventueel nog voor ademhaling. Ja. Oh, en ik zie daar een camera hangen, dus alles wordt ook gewoon visueel geregistreerd. Ja, dat is een infraroodcamera. En daarnaast heb ik ook nog geluid. Dus precies. Dus alles kan geregistreerd worden. Onze slaapregulatie die functioneert op twee manieren. Er zijn twee regelaars. Eén is hoe moe je bent. Hoe moeier je bent, hoe groter de kans dat je in slaap zult vallen. Ja. De andere is, een biologische klok zit ergens onder in je hersenen. Een kleine kern en die geeft een 24-uurs ritme aan je hele fysiologie. Dan is er nog een ding. Slapen is evolutionair gezien een enigszins riskante staat. He, je alertheid daalt heel sterk en je bent dus een makkelijke prooi voor van alles en nog wat aan gevaar. Dus als wij ons niet veilig voelen, dan zijn er mechanismen die dat lichaam in die alertheid houden. Als je weet dat er een leeuw buiten rondloopt, of in onze moderne maatschappij eerder, als je weet dat je dit nog niet gedaan hebt, dat nog niet gedaan hebt, je baas de pik op je heeft, je moet eigenlijk nog de auto doen en je kinderen naar dit doen en dat, en je raakt je baan misschien morgen kwijt en stress. ja, als dat allemaal 's avonds door je hoofd speelt, nou, dan succes met slapen. Van de mensen die slaapproblemen hebben, zegt 40% dat ze zo slecht slapen dat het hun dagelijks functioneren belemmert. Ze hebben last van bijvoorbeeld concentratieproblemen, vergeetachtigheid. Hallo. Vind je het een slaapverwekkend thema of zo? Even focus, hè? Nou ja, en een slecht humeur. Maar ja, daar heb ik gelukkig nooit last van. Ja. Ik ga natuurlijk in deze serie veel experts spreken en hopelijk kunnen ze me ook heel goed adviseren. Ik heb ook hulp gevraagd aan jullie via mijn Instagram en er kwamen ruim 600 tips binnen. Grappige tips, serieuze tips en ik heb er een paar. Eén tip, die hoor ik wel vaker, je moet uit bed gaan. Maar deze vind ik toch wel heel geestig, want ga dan met je blote voeten op een koude vloer staan, bijvoorbeeld in je badkamer, en maak dan je oorlelletjes nat. Goed nat maken en dan weer meteen naar bed. Ik heb het nog niet geprobeerd. Leg hopbellen onder uw hoofdkussen. Door de geur word je heel slaperig. Nou, dit zijn hopbellen. Het stinkt echt naar oude kroeg, bier. Ja, dit is zo goor. Oh ja, deze vind ik ook zo moeilijk. Eet een plakje kaas als je niet kunt slapen. Kaas. Oh, dan heb je net je tanden gepoetst en dan moet je zo'n plak kaas naar binnen werken. Ik wil het niet meer. Oh ja, dit is ook wel een goeie. Op één been huppelen, 5 minuten. En dan word je zo moe dat je zo weer in gaat slapen. Oh, dit vinden de buren ook heel fijn. Dit 5 minuten. Nou, je wordt er wel moe van. Dat klopt. De buren zijn ook wakker. Ook dat klopt. Ik ben nog steeds wakker. Ook dat klopt. En als je je vinger in een glas water doet en zo gaat slapen, dan werkt het ook optimaal. Ja, maar je pist natuurlijk ook je bed onder. Maar goed, dat geheel terzijde. Bed uit. Ik heb er heel wat geprobeerd. Ik heb niet het gevoel dat de gouden tip ertussen zat. Dus tips zijn altijd welkom, nog steeds.
Vooral de gouden. Ik denk niet dat ik hem naam moet geven, want dan ben ik meteen gehecht. Mag ik hem in huis nemen? Paardencoaching, kan je er iets over vertellen? Oh, ik zie de schimmel al staan. Nou, lekker vooruitzicht.